En dit is dan de eerste wedstrijd van de zaterdagavond. Het is 8 november in Bercy. Dat is u onderhand genoegzaam bekend. En u ziet deze wedstrijd op Eurosport iets later dan dat wij hem hier in het stadion, het Palais Omnisport Paris-Bercy, gaan bekijken. We staan dus aan het begin van de tweede dag. U weet, in totaal zijn er 3 dagen hier in Bercy. Gisteravond was het al spannend, maar het was opgelegd pandoer voor David Firma. Die won de eerste, die won de tweede en die won ook de derde manche. En het was Roncada, de Fransman die tegenwoordig in Amerika optreedt. Daar heeft u op. Die probeerde om weerstand te bieden. Dat lukte hem in zoverre dat hij een aantal ronden aan de kop mocht gaan. Maar iedere keer, als dan weer het eind van de strijd daar was, dan was het toch die vermaledijde David Firma. Vermaledijd, niet in de ogen van de toeschouwers, maar wel in de ogen van de concurrentie. En die concurrentie die bestond dan uit Sergi Guidetti, 4 mei al genoemd. Roncada al genoemd. Rodrigue Tain, Dupasquier, Charlier, Feli, Vijnen, Ramsey de Amerikanen. En daar ook Marco Stalman. En die werd gisteren op de vrijdag respectievelijk 12e, toen 10e en toen 11e in de eerste, de tweede en de derde mars. Allemaal tellen die manches voor het Europees kampioenschap. En het is duidelijk dat Firma, die in Barcelona ook al 2 van de 3 manches op zijn naam bracht. 1 manche was daarvoor Roncada. Dat die Firma bovenaan staat, die heeft nu 117 punten. Roncada staat op de tweede plaats met 105. En Jérôme Hémery, die is derde, maar op een geweldige achterstand met 71 punten. 10 ronden te rijden, zoals gezegd. 3 keer gaan we ze zien, die 125 cc-coureurs. Vroeger had je daarbij Amerikanen als bijvoorbeeld David Pingree, maar die rijdt nu in de 2,5 set. Met minder succes dan hij in voorgaande jaren hier als 125 cc-rijder had. Maar over Pingree vertellen we straks nog wel meer. David Firma, Stefan Roncada, Philippe Dupasquier, dat zijn onder andere de favorieten hier. Marco Stalman, let u op hem, hij zit op zijn Honda met nummer 8. De start is geweest, het hek is neer en het is een geweldige optopping. Ai, ai, ai. Daar zien we onder andere de machine van Philippe Dupasquier liggen. Ze klimmen allemaal weer overeind. Ook nummer 12, Rodrigue Tain, die gisteren in het totaalklassement derde werd achter Firma. En Roncada, die is daarbij betrokken. En ik dacht even dat de wedstrijd zou worden stilgelegd, maar dat gebeurt niet. En de heren die zijn in volle actie hier met Nicolas Charlier hier als kopman. Nadat Jérôme Hémery dus als eerste betrok, toen het hek neerviel. Nou, dat wordt dan een hele toer. U ziet Firma daar in de middenmoot. Van Roncada nog weinig te zien op dit moment. En daar is Marco Stalman. Let op, die zit er goed bij. Marco Stalman achterna gezeten daar door de 19-jarige pas van Sébastien Trottier. Ze zijn weer door het stadion. Over de grote tafelberg daar, achter de Dunlopbrug. Daar kwam gisteravond notabene de Spanjaard Alvaro Lozano op weg. Maar niet op de gewone manier. Hij reed als het ware over het loopvlak van de band. Ai, een probleempje daar voor Marco Stalman. Dat is jammer. Dat kost meters, dat kost tijd. Marco, die is er mooi bij zat. U weet het, een 4e plaats zakt af nu door die escapade daar in die bocht naar de 5e positie. Aan de leiding dus Nicolas Charlier, dan Jérôme Hémery, dan Laloos, de Fransman. Dan Trottier, dan Ristori, dan Roncada en Stalman teruggezakt ondertussen naar een positie buiten de topgroep, buiten de eerste 6 dus. Roncada op de 6e plaats en ik ben benieuwd wat hij nog in de melk gebroken heeft in het verdere verloop van deze eerste manche voor de 125 cc. Nummer 13, Jérôme Hémery, daar heeft hij hem weer. Goede start, maar vervolgens werd hij voorbij gegaan dus door Nicolas Charlier. Nummer 10, dat is Nicolas Charlier. Nummer 13, dat weet u ook, dat is Hémery. Laloos nog steeds in derde positie. Daar zijn ze weer, die beide topmannen. Mathieu Laloos, dat is de man met nummer 18. En die zit achter nummer 10 en nummer 13. Achter Charlier en Hémery dus. Nummer 13, Jérôme Hémery. Gisteren had hij in de eerste manche de derde plaats. Toen achter Firma en Roncada. En die Hémery die moet je dus niet uitplakken. Staat ook op de derde plaats in de tussenstand van het kampioenschap. Maar ik zei het u wel op een enorme achterstand. 170 punten dus heeft Firma. David Firma op de 6e plaats. Dan ziet u het op uw scherm. Charlier, Hémery, Laloos, Trottier, Roncada en Firma. Even kijken naar al die rode Honda's hier beneden ons. Op zoek natuurlijk naar Marco Stalman.
Is hij wel Scott Sheik, de Amerikaan, ook op zijn Honda. En het verschil, dat is ruim een seconde tussen kopman Nicolas Charlier en tweede man Jérôme Emery. En Roncada, die heeft ondertussen een vier man vlak achter zich. Laloos, die zat er nog tussen, maar die heeft een plaatsje moeten lossen nu. Dus Roncada en Fiema, ze zijn beide in aantocht hoor. Marco Stalman daar ook in actie aan de overkant. Marco die zit daar achter Alvaro Lozano. Nou, die moet hij kunnen hebben. En op zijn beurt wordt de man op de VKS en Hans Verkerk Keukens Honda, als je dat zo kunt zeggen, achterna gezeten door Cédric Melotte. Cédric Melotte, de Belg die veel in Frankrijk rijdt. Maar die zit voorlopig dus achter Marco. Let op, Roncada en Fiema. Roncada en Fiema, 4 en 5 in de wedstrijd hier. Jérôme Emery. 15 is Sebas Trottier. Daar is Roncada, daar is Fiema. Ik zie ze toch in elk geval nog die Trottier te pakken nemen. Chalier nog steeds aan de leiding ondertussen. En hier weer dat mooie wasbord. Je kunt links, je kunt rechts. En het is Sebas Trottier die denkt, laat ik maar vrij baan maken, want Roncada, die is er al voorbij. En dat kan Fiema natuurlijk niet lang op zich laten zitten. Fiema nu aan het achterwiel van Sebas Trottier. Zet hem ernaast en is hem voorbij. En dan gaat het hier dus nog niet om de eerste plaats, maar het beeld in de wedstrijd, het beeld dat geschetst wordt door Roncada en Fiema, dat is exact gelijk aan datgene wat we gisteravond zagen, vrijdagavond. Roncada toen, heel lang voor Fiema, maar als het erop aankwam, dan was het toch de Franse rijder van het Yamaha Frans team. De kampioen van Frankrijk 96, de leider ook in de tussenstand van het kampioenschap in 97, die Roncada voorbij wist te gaan. Dik 2 seconden zitten dus tussen Charlier en Emery. Trottier doet zijn best om mee te komen. Dat mag hij ook wel natuurlijk. Roncada, Fiema en Trottier. Derde, vierde en vijfde in de wedstrijd. Daarachter Laloos en het middenveld Marco Stalman. Een probleem daar aan de overkant voor Philippe Dupasquier. Ja, die was al te val gekomen, dat weet u direct na de start. Heb je ook niks meer van gehoord, nu gaat hij de wedstrijd uit. Nog 3 ronden te rijden, Roncada heeft een kleine voorsprong. Daar heb je Dupasquier op de voorgrond nu. Nummer 3, dat is de Zwitser met zijn Kawasaki. Zei dat hij wat moeilijk te herkennen is. Oei, 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 Roncada die werd daar geraakt door Fiema. En Fiema is even helemaal uit balans, maar hij stelt dat behoorlijk. En snel, dat typeert zijn talent. Roncada er nog wel voor, rechter. Sebas Trottier erachter, maar die speelt geen grote rol. Charlier en Emery, die rijden ondertussen vooraan. Roncada die heeft daar op dit moment daar bij die tafelberg niet meer dan 3-4 meter voorsprong op Fiema. Over de Hoge Berg nu en over de Dunlopbrug. 10 is kopman Charlier en tweede is Emery. Nicolas Charlier dus aan de leiding met een kleine 2 seconden voorsprong op Jérôme Emery. Maar het verschil dat het groepje daarachter heeft, Roncada en Fiema, dat is uitermate gerekt. Nummer 13 is Emery, nummer 10 is Charlier. Charlier is kopman. Nicolas Charlier, de Fransman op zijn Kawasaki. Als hij een beetje geluk heeft, dan brengt hij hier de eerste manche op zijn naam. De man met de vlag die staat al klaar en daar aan de overzijde. En u weet het, als u gisteravond hebt gekeken, als ze binnenkomen dan is het vuurwerk. Fiema ondertussen praktisch naast Roncada. En beide nemen ze daar 1 maan voor het wasbord. Charlier is al door, rijdt door de tunnel nu. Daar gaat Charlier, daar gaat ook Emery. En dan op een paar seconden, want zo groot is die afstand wel, Roncada en Fiema. Charlier blijft aan de leiding. Als hij niet valt, kan hij hem winnen, die eerste manche hier voor de 125 cc. Maar de toppositie in de tussenstand die blijft ongetwijfeld in handen van David Fiema. Daar is de vlagger, het is Charlier die wint. Nicolas Charlier pakt hier, en dat is verrassend, na die slechte start van Roncada en Fiema de eerste plaats. Tweede dus Jérôme Emery.
Roncada, Firma, Trottier, Sergi Kidetti, allemaal komen ze binnen hier. Dat zijn de eerste zes. Daar gaat nu ook Marco Stalman over de finish voor Skocic. Nicolas Chalier, hij kijkt of hij het zelf nog niet kan geloven, maar hij is echt winnaar hier. Een beetje moe, maar heel erg blij. Hier heeft u dan het klassement, die eerste zes plaatsen weer. Chalier, Emery, Roncada, Firma, Tebas Trottier en Sergi Kidetti. Dat zijn de eerste zes. In het middenveld Marco Stalman. Er had wat meer in gezeten, maar Marco die had een klein beetje pech, dat weet u. Daar heeft u hem op de negende plaats. Marco Stalman, dus negende. En dat is voorlopig de beste prestatie. Gisteren was hij een keer 12e, een keer 10e en een keer 11e. Groot feest hier natuurlijk, want het is een mooi begin. En we gaan straks verder met de andere mannetjes, 125. De tweede manche voor de 125cc staat op het punt van beginnen. En de mannen die meedoen, die ziet u hier. Maar op zichzelf is dat geen verrassing. Want in tegenstelling tot de 250cc klasse, waar dus echt gevochten moet worden voor deelname aan de